Ja, dat is even andere koek. Geen bier, geen worst hier in Amsterdam. Maar dat maakt het niet minder tof natuurlijk, de Gamescom. En ik dacht, weet je, zij zitten allemaal daar en wij zitten hier hard aan het werk. Ik dacht, weet je wat, ik ga gewoon mijn eigen top 5 even geven van de Gamescom. Wat ik vanuit hier heb gezien, wat mij het meest is opgevallen, wat ik gewoon tof vind, welke games ik nou het meeste uitkijk door de Gamescom. Ik heb wel even een lijstje, dus ik ga af en toe spieken. Ik hoop niet dat je het erg vindt. Ja, nummer 5. Ik denk dat voor veel mensen dat een verrassing van zal zijn. Maar Quantum Break. Hij viel voor mij gewoon heel erg op tijdens de persconferentie. Het heeft niet te maken doordat ze wat nieuws doen. Dat doen ze eigenlijk gewoon niet. Dat doet Remedy altijd. Iets met tijd en et cetera. Zelfs de character leek op characters die ze eerder hebben gemaakt. Maar ik vind het sfeertje gewoon altijd tof. Het is altijd een beetje donker. Alan Wake en Max Payne uiteraard. Ik weet niet. De verhalen die zij ook altijd vertellen vind ik heel tof. En Quantum Break gaat niet revolutionair zijn. Het gaat wel anders zijn doordat, dat vertelde die Sam Lake laatst. Dat er komen gewoon bepaalde momenten in de game. Daar kan je kiezen wat je doet. En al die keuzes, want het is gelinkt aan de serie natuurlijk, de game. Al die mogelijkheden die gaan ook verfilmd worden in die serie. Dus de beslissing die jij neemt, die serie, dat stuk wat opgenomen is, dat gevolg ervan, dat ga jij meekrijgen. Dus die serie is voor iedereen ook anders. En dat vind ik heel tof. En ik ben gewoon heel benieuwd. Remedy maakt voor mij gewoon hele kwalitatief hele hoge games. Doen er altijd wel wat lang over. Maar ja, ik kan er gewoon niet wachten. Ik ben echt psyched ervoor. Nummer 4, die kwam voor mij echt helemaal uit het niets. Ik denk voor iedereen, misschien dat die ook niet bij iedereen zo hoog op het lijst staat. Maar ik vond het stijltje echt heel tof. En ik heb het dan over The Tomorrow Children, de working title nog, dus of die game uiteindelijk zo gaat heten. Maar het was een trailer die we te zien kregen bij PlayStation, bij de Sony persconferentie. En het zag er zo koddig uit, die mannetjes. Het leek mij een beetje denken aan een soort stop-motion film. En de sfeer, het zag er heel tof uit. Ik weet niet precies wat de game gaat worden. Als ik de trailer een beetje moet geloven, dan lijkt het alsof je een soort stadje hebt dat je moet verdedigen met die kleine minions. En waar tegen het verdedigt, dan kan je die dingen kan je weer gebruiken om dingen op te bouwen. Je moet dingen graven, hakken. Maar het steltje zag er zo tof uit. En met die muziek, ik was eigenlijk meteen verliefd. En heel stom, het is meteen een van mijn favorieten voor de Gamescom. Nummer 3 is aan een game eigenlijk waar ik ook al heel lang op wacht. En dat is Below van Cappy Games. En dat is, die liet ze volgens mij zelfs al zien bij de eerste Xbox persconferentie toen de Xbox onthuld werd. Het ziet er zo tof uit. Ik vind die hoek van die game ook gemaakt wordt, die kijkhoek vind ik heel tof. En het moet een soort Zelda worden, een soort Zelda game. En dan met die stijl, ja, hoe kan je dat niet tof vinden, serieus. En dan nummer 2. Ik had ook niet gedacht dat deze ook zo hoog zou staan, maar door die trailer die we daar zagen van Bloodborne. Oei, oei, oei. Ik ben toch wel erg enthousiast. Ik vind sowieso Dark Souls heel erg tof. Is heel pittig en soms wat mij betreft net iets te pittig. En dan ga ik waarschijnlijk tegen de haren in van Skate. Maar Bloodborne moet het net even, het zal niet makkelijk zijn, maar moet het net even toegankelijker maken. Het ziet er ook iets soepeler uit. En ja, sowieso die graphics, man. Jezus Christus, hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen? Het ziet er zo vreed uit. Ik denk dat een van de mooiste games is op dit moment die ze daar hebben laten zien. Dus ik ook echt, kom maar op. Ja, en de laatste. Mijn nummer 1 is een afsluiter van een van de persconferenties. En het wordt gemaakt door de maker van Beyond Good and Evil en Rayman. En dat weet je het waarschijnlijk al. Het is de game van, nieuwe game van Michel Ancel, Wild. Ook nog steeds heel weinig over bekend, maar het ziet eruit alsof je een grote open wereld bent en daar moet overleven. En gewoon, je moet jagen, je moet zorgen dat je voedsel krijgt. En het is ik vond het een hele toffe, wonderlijke wereld. Niet te veel fantasy, maar wel net genoeg om het te blijven prikkelen. En sowieso, als Michel Ancel een wereld maakt, dan weet je dat het gewoon heel tof gaat worden. Dus Wild is tot nu toe absoluut mijn topper voor Gamescom.